Ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer terug met Troop Crowns, de vorige aflevering. Zijn we hier gebleven? En we gaan vandaag weer proberen om vandaag een aantal portals te slopen aan beide kanten. En dat gaat dus ook betekenen dat we dus binnenkort dus ook het vuurtoren gaan bouwen. Want ik weet nog niet precies aan welke kant die ook weer zit. Maar ik moet heel even kijken, want ik ga even dan naar de rechterkant toe. Oh ja, daarmee waren we bezig. We waren bezig om de portal aan de rechterkant te slopen de vorige aflevering. Is ons niet uiteindelijk gelukt. Dus we gaan nu even weer twee extra knights erbij halen. En dan wil ik de rest gewoon gebruiken voor archers. En ik wil er iets geld op pakken. Iets of iemand. Oké, dan heb ik gewoon precies genoeg archers. Dat is heel positief. Misschien dat ik beter de volgende ochtend die er aankomt, dat ik dan het beste even naar de linkerkant toe kan gaan. Want ik wil even weten aan welke kant de cliff portal zit. Of het nou aan de linkerkant zit of aan de rechterkant. Natuurlijk hebben we nog steeds de mogelijkheid om gems te halen, mocht het nodig zijn. Die hebben we natuurlijk nog in dat kistje zitten. En we moeten binnenkort ook met een farm gaan beginnen. Oh, nog een persoontje. Dat ik er gewoon nog twee archers bij doe. Ja, nou, we gaan gewoon weer even terug naar het kasteel, want het begint wel donker te worden. Dan gaan we de volgende ochtend gewoon weer gelijk die poort aanvallen aan de rechterkant. Helaas was dat ons de vorige aflevering niet gelukt. Maar dat terzijde. Oké, eens zien. Hoeveel coins hebben jullie precies hier? Oh, een redelijk aantal. Oké, laat maar gewoon alvast weer naar de rechterkant toe gaan, want dan kunnen we gelijk al die knights naar buiten sturen. Die heeft dus ook twee coins extra erbij. En dan sturen we die andere knight dan dus daar gelijk achteraan wanneer we de coins binnen hebben. Ik had denk ik niet dat het nodig is. Nee, ik denk dat we die gewoon beter in het kamp kunnen laten. Bij het kamp.
Oké, hier hebben we natuurlijk het kampje zitten. Het lijkt wel alsof die muizen opeet of zo. Mijn mount. Dat kan natuurlijk. In deze geval zijn er zoveel muizen hier dan. Oh ja, hij is bijna kapot. Laten we maar gelijk teruggaan, want er komt nu tot natuurlijk een aanval aan. Ja. Oké, welke kant zeg je? Oh fuck, van rechts. Oké, dus dan gaan we weer even naar de rechterkant toe, want als er dan echt bossen komen, dan ja. Ja, ik dacht het. Nou, fijn. Ik had gelijk de volgende aanval weer. God, dat is zo'n vliegend beest. Oké, hebben we ook gelijk die vliegende beesten meegemaakt. Nog één. Gelijk deze even weer omhoog laten bouwen. Dan moet ik eigenlijk ergens een farm zien te regelen. Gewoon omdat we dat nu behoorlijk hard kunnen gebruiken.
Zo. Oké, er is nog wel een persoontje, dat is fijn. Twee persoontjes nog. Eigenlijk moeten we binnenkort even de muren aan de rechterkant moeten meer laten uitpeilen, want daar zit natuurlijk verderop ook ergens een keer een farm. Oh, nice. Maar ja, zodra we die farm dus hebben, dan kunnen we nog meer geld verdienen. Oké. En dan nog een speerman. Dan moeten we natuurlijk nog even gauw naar dat kamp toe. Vanwege dat ik natuurlijk wel mensen nodig heb. Zo. Ja, ik heb eigenlijk wel wat coins nodig. Als je het over coins hebt. Oké, dus die twee nieuwe recruits, die worden dus boogmannetjes en deze persoontjes blijven maar coins eruit halen. Hoeveel vis zit hier wel niet? Holy fuck. Nog een coin. Shit, net niet genoeg.
Oké, nu heb ik wel genoeg. Meer coins. Ik vind het wel grappig dat die speermannetjes dan gewoon vis halen en de muur verdedigen. Zo, dat zijn er dus twee muren weer. Ja, één muur, maar er is er natuurlijk weer eentje bij opgegraded. Oké, nu kan ik me gelijk naar een steden upgraden. Het is niet heel ver, dit stroompje. En dat gaat ons natuurlijk wel hard helpen. Oké, dan hebben we weer dus. Zodat ook weer twee artjes erbij. Dat is wel heel fijn. Stenen muur. Oké, ik ben eigenlijk wel heel dom bezig, want ik heb nu hier een torentje gemaakt, maar ik ben nu wel weer naar buiten aan het uitbreiden. Ja, dat heeft natuurlijk niet heel wat nut. En we moeten nog wel wat coins hebben. Had meer verwacht, maar. Oh, hier liggen er ook nog twee. Dat valt nog wel mee. Die mannetjes zijn nu ook net binnen. Dat is mooi. Oké, dan wat is mooi onze volgende muur? Oké, dan kan ik beter deze muren, deze bommen even weghalen, want
Die ruimte die hebben we nog wel even nodig natuurlijk. Oké, okay, dan hebben we daar ook zo ook weer een kattenbult bij. Uitbreiding. Dat is eigenlijk wel de perfecte titel. Ja, wacht, jullie hebben ook natuurlijk nog coins. De coins komen wel. De hoeveelheid coins die er nu aankomen, dat begint eigenlijk best wel goed. We moeten natuurlijk de volgende dag nog even wat bomen weghalen en nog veel meer muurtjes erbij maken. Zo, een katapult erbij, die kan natuurlijk ook wel even verstandig zijn op het moment. Nou, aanvallen lijkt me nog niet zo verstandig om dat even te doen. Ik vind het eigenlijk ook best wel een beetje onrealistisch. Waarom zou je je knights gaan betalen om dingen aan te vallen? Er zit misschien vast wel een logische reden achter, maar ik zou me niet kunnen bedenken waarvoor. Ja, top. Dan kunnen wij straks hier ergens nog een keer een muurtje maken. Zodat onze farm ook veilig is. Nou, die heeft ook weer heel wat geld.
Oké. Ik ga nu eindelijk weer een keer een beetje overvol te raken met coins. En dan wordt het weer zo'n nacht. Eens even zien. Oh ja, we ontbrengen te blaffen. Zit me eigenlijk af te vragen in hoeveel dagen normaal altijd een bloedmaan komt. Want in deze game dan snap ik het nog steeds niet met die bloedmaan. Kan aan mij liggen, maar ja, ik weet nou niet hoe het wel precies zit. En natuurlijk logisch, want als ik een bloedbaan krijg doordat ik portals slop, ja oké, dat lijkt me dan wel logisch. Oké, waar kan ik dan precies een muurtje maken? Ja, hier op deze hoopje van. Dat is precies bij een kant. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga hier nog wel zo'n klein farmpje van maken. Oh nee, je gaat toch niet menen dat de winter al aankomt en ik hoor een straaljager. Oh, daar kan ik een muurtje maken. Nice. En dan zit er ook nog een perfecte plaats voor een ballista. Dat is helemaal mooi. Dan zitten we ook direct bij het kamp zelf. Dat is wel heel chill. Eigenlijk heb ik ook wat meer builders nodig. Binnenkort. Eens ga ik deze muren even helemaal upgraden. The fuck wat hier gemaakt dan? Oh, hier wat. What the fuck? Precies op de brug wat dat is gemaakt. Heel logisch, maar ik ga er niet naar vragen.
Oké, die zijn dus mooi deze dingen allemaal even aan het maken. Ga ik ondertussen weer even richting het middenste gedeelte van de kamp. Oké. Maar dan ga ik nu in ieder geval deze aflevering weer afzetten. De volgende aflevering ga ik dus weer verder met waar we gebleven waren. We gaan dus nog wat portals slopen aan beide kanten. Gaat dus heel erg tekeer binnenkort. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.